Oké. Dames en heren. Even wachten hoor, ik moet mijn script erbij pakken. Ik heb het nooit allemaal onthouden. Uit mijn hoofd. Ja. Daar komt ie. Voordat ik begin, moet ik trouwens nog één ding zeggen. Credits naar Mitchell. Het mag ietsje zachter. Jezus man, het zit wel heel hard. Voordat ik begin, wil ik even zeggen. Credits naar Mitchell, want die heeft het idee verzonnen van dat ik een speech moest maken. Dus sowieso credits naar hem. Kinkeroest. Damn! Het moment is aangebroken, dames en heren. Wombats, kijkers, iedereen van het Wombat-leger. Het moment is aangebroken. 1000 volgers zit in het broekzakkie. Ik wil iedereen heel erg bedanken, wat natuurlijk wel een beetje cliché is. Zo van, zonder jullie was het niet gelukt. En het is ook wel een beetje cliché, maar zoals ik altijd maar denk, dingen zijn niet voor een reden cliché geworden. Dan moet er wel een kern van waarheid in zitten. Dus zonder jullie was het niet gekomen. Ja, dat had ik geen 1000 volgers. Het is ook best wel logisch natuurlijk. En gewoon iedereen super bedankt. En ik ga even een klein beetje terugblikken. Op een paar dingen bijvoorbeeld. We hebben heel veel meegemaakt onderweg naar deze mijlpaal. De duizend. Vier getallen op een rij. Het zit nu zo'n mooi puntje in het getal 1.002 inmiddels al. En de grind was real. Gewoon meer dan 3,5 jaar bezig geweest. En nu iets van 1,5 jaar echt actief elke week. De grind 1000. Het zit in ons broekzakje. We hebben echt onderweg, de weg hier naartoe, we hebben zoveel dingen meegemaakt. Rick, natuurlijk, ik moet jou even mentionen. We hebben natuurlijk die ideeën, ik weet niet voor de mensen die erbij waren, die ideeën van dingen in de speech. Ik heb zoveel mogelijk dingen erin kunnen doen. Allereerst Rick natuurlijk, belangrijk, de nummer 1. Alle donaties, alle support, de gekke gozer van de stream. Super bedankt. Special shout-out voor de nummer 1 natuurlijk. Daarnaast de kerstboom. Die gesponsord is. Gemaakt door de Snoopies deze kerst. Dat was gewoon prachtig. Gewoon door de community, door de Snoopies. Gesponsord. Mooie kerstboom. Heerlijk. Het was leuk. De Ark-speurtocht van Justus. En Wonderman. Waar ik helemaal wild van werd. Die fucking Rex die daar stond. Ik had geen stamina meer mee met Peter. Ik moest niet landen. Hadden ze een wilde Rex. En die stond daar opeens voor mijn neus. Ik schrok me helemaal dood. De speurtocht. Ik moest heel de map rondvliegen. Het duurde zo mokken lang. Maar uiteindelijk. Achteraf gezien was het ook wel weer lachen. Ik ben over mijn ARK-verslaving heen gekomen. Nu we het toch over ARK hebben. En ik heb veel te veel ARK gespeeld. Tot laat in de nacht. En het is nu voorbij. Ik laat het achter me. Ik wil er niet meer aan terugdenken. Het is klaar. Jullie zeiden nog van, Milan, misschien gaat het niet meer goed. Ik wilde jullie niet geloven. Maar uiteindelijk heb ik mezelf van overtuigd dat het moest stoppen. De channel rebrand, de comment moments veranderd in Wombat Milan. Natuurlijk, mensen moesten wennen. Begrijpelijk. Maar ik denk dat het beter is. En we gaan door met Wombat Milan. En het Wombat leger blijft natuurlijk altijd bestaan. En ik moet heel even muziekje restarten, want hij is afgelopen. Ik heb een muziekje en hij is gewoon te kort voor deze fucking speech. Dus ik moet hem misschien een paar keer restarten. Rip de comment moment, sowieso. Verder, ik ben op kamers gegaan. Eerst streamde ik altijd natuurlijk bij mijn ouders. En dan mocht ik maar een bepaald aantal uur streamen. En ook met het eten, met dat ze moesten gaan slapen en moest stil zijn en zo.
was het een beetje lastig allemaal een beetje. Nu ik op kamers woon, kan ik het zelf allemaal indelen. Ik woon ook met chille kamergenoten die ook veel gamen. En ook tot laat meestal. Dus ik kan gewoon doen wat ik wil. Veel uurtjes maken, veel streamen. Helemaal top. Mijn eigen ding doen, mijn eigen plekje. Rick die alle één voor eens wilde doen de CSGO natuurlijk, waar hij waarschijnlijk nog lang over door zal blijven gaan. En die één voor eens die we ook af en toe deden, maar elke keer ik weer spijt van kreeg. Ondertussen gooit Rick nog even een donatie om 2 euro. Met een bericht thanks. Yo, geen probleem man. Ooit, een hele tijd geleden, had ik met Mitchell een deal gemaakt van als ik ooit de 1000 volgers aan zou tikken op mijn Twitch, Mitchell, dan moet jij gaan hakken op stream. En toen had ik daar een screenshot van gemaakt en toen zei ik deal. Helaas, ik heb vandaag mijn hele harde schijf, mijn externe harde schijf, alles doorgezocht. Geen screenshot te vinden van dat Skype gesprek. Helaas, tranen prikkelen in mijn ogenvallen. Oh, dat is wel jammer. Iedereen had natuurlijk Mitchell graag willen zien hakken. Er komt de fullcam dab. Ik ben al fullcam. Ik ben zo gewend om... Die fullcam dabs, die moeten er ook altijd even bij natuurlijk. Mark. En we hadden een paar goede late night talks met Mark. En dat waren echt eens een paar van de ziekste... Onder de ja, ziekste momenten van de stream, moet ik het eerlijk zeggen. Mark was eerst altijd de klootzakker, zat altijd te kloten en gewoon extreem hard te kloten in de chat. En uiteindelijk is hij daarvoor ook voor geband geweest. En uiteindelijk hebben we hele goede gesprekken gehad over het leven en alles. Het is bizar hoe dat ineens gekanteld is. En toen is Mark ineens super chill gozer geworden. En dat was echt heel bizar ook. Ik zelf, die heel veel dingen heb beloofd, maar ze toch wel vaak niet ben nagekomen. Sorry nogmaals daarvoor. Jullie zullen zelf ook wel, waarschijnlijk weten jullie het ook wel. Dat heb ik een aantal keer gedaan. En mensen die zijn dan zo hyped over iets of zo, en dan denk ik van, oké, dan kan ik het wel doen. En dan, zonder er veel te veel over na te denken, en dan zeggen ze al, jij hebt het beloofd, in de budde, en dan... Fucking hell! Dus dan moet ik minder dingen beloven. Totdat ik zeker weet dat iets gaat gebeuren. Alle clippies die gemaakt zijn natuurlijk. Insane bedankt. Jasper. In het bijzonder natuurlijk. Van de afgelopen 2 maanden vooral volgens mij. Insane veel clippies gemaakt. Super nice. Bedankt. De moderators. Ik twijfel... Een klein beetje of ik die moet bedanken. Want ze zijn... Wel een beetje die nare... Ja, ze hebben wel veel geholpen. Ik zeg het heel eerlijk. Maar ze zijn zo vaak naar aan het kloten. En ze zijn zo vaak een mod geweest. Ja. Dus het is soms gewoon niet makkelijk. Maar moeder, het is alsnog bedankt voor alle hulp die jullie wel geboden hebben. De positiviteit. En te helpen. Met het kanaal. Mijn haar roze. Ik heb mijn haar toen een keer roze gevet. Ik weet niet of jullie het weten. Is er volgens mij geen beeldmateriaal meer van. Dat is wel jammer. Maar in ieder geval. Was dat ook wel een bijzonder iets. Op zich. Ah, nou. Alle donaties die gedaan zijn natuurlijk. Alle mensen die gevolgd hebben. Alle mensen die bijgedragen hebben. Ja, van die donaties. Ze zijn extra, ze zijn zeker niet verplicht. Het hoeft volledig niet, maar het doet mij wel zoveel goed om gewoon om mensen te zien die gewoon een klein beetje extra support willen geven. Soms iets meer dan de anderen, zoals jullie weten. Maar dat is gewoon insane tof. En we hebben nog meer dingen gedaan. Nog heel wat meer dingen. Bijvoorbeeld zijn we de streams ooit begonnen met heel veel Minecraft. Heel veel Minecraft. Alleen maar Minecraft streams. En gepompt die Minecraft streams gewoon insane veel.
eerst waren de streams ook gewoon heel inconsistent. Gewoon wanneer we zin hadden, ik met Wietse. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Ik heb hier nog een klein clipje ervan. Als hij het wil doen. Holy shit, door Wietse. Is leuk. De allereerste stream ever. Daar gaan we, dit zijn alle jongens. Iedereen is gejoined hier. Dit wordt leuk. Er waren zoveel mensen en we waren zo hard. En toen al gelijk had ik het gevoel van, holy shit, streamen is echt episch. Met zoveel kijkers, je kan samen gewoon leuk spelen. En gewoon gezellig zou hebben, leuke tijden hebben. Het was gewoon prachtig. Daarnaast nog een paar dingen zoals, hashtag Umotropin natuurlijk. Het is wel een heel ding geweest. Hoe vaak is die man nou Umot geweest? Hoe vaak hebben we daar nou gekloot mee gehad? Die man! Verdomme man! Robin, probeer je even te gedragen vanaf nu. Want nu hebben we al meer dan 1000 volgers. Dus je moet wel het goede voorbeeld wezen. Ik heb wel vertrouwen in man. Je kan dit. Hou even vol. Kom op man. Ik heb vertrouwen in je. Ja, ik denk dat dit ook wel even genoeg zegt. Voor de laatste kleine periode. De chocoladedonuts, de donuts. Ze waren aanwezig. Ze waren wel mooi. En lekkere donuts. Wat moet ik er nog meer over zeggen? Donuts. Jullie weten het. Het is een magisch fenomeen. Het is prachtig. Daarnaast natuurlijk alle Scrabble sessies van de laatste tijd. Scribble.io, Scrabble, heerlijk. Altijd gezellig natuurlijk. Altijd gezellig. Kijk, dit is de hint. Nee, ja. Ik wou net schrijven! Soms misschien niet altijd even gezellig. Mensen die te competitief waren misschien. Maar wel gewoon prachtig. Gewoon prachtig. Dan zijn er nog maar dingen gebeurd. Zoals ik die misschien, je zou denken, dit is echt een wombat in hart en nieren. Maar af en toe komt er zo'n klein trekje van een ander dier in zich naar voren. Wat je gewoon niet verwacht. Uit een onverwachte hoek. En het is de laatste tijd gebleken dat dat wel een soort vogel is, een meeuw of ik weet het niet. Jullie mogen zelf maar beslissen wat het is. Zie hier man. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij klinkt dat niet helemaal als een wombat. Ik weet het niet. Het is een beetje raar, maar oké. Ik hoor iets, wat? Ja! Die komt even random tussendoor. Ruben met een fucking sub. Nice one. Thanks for your sub, I guess. We gaan door. Dit is ook nog een ding. Ik wil het geen dieptepunt noemen. Maar het is wel veel mensen bijgebleven. Ik ga het hier gewoon laten zien. Oké, het werkt niet. Mila Polo. Mila. Verder ga ik daar geen woorden aan vuil maken. Verder ga ik daar gewoon geen woorden aan vuil maken. We gaan gewoon gelijk verder. Het volgende item. En dat zijn natuurlijk alle mooie hypes die we gedaan hebben. Waarvan we zo meteen ook nog eentje moeten doen. Bijvoorbeeld deze als voorbeeld. Heerlijk zijn die hypes gewoon. Energie spat er vanaf. Iedereen doet lekker mee. Heerlijk, 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 heerlijk. En daarnaast, waar je ook veel energie van krijgt, is een mooie, perfecte win krijgen in een mooi potje. Van een mooi spelletje. En dan gewoon een perfecte, heerlijke win pakken. En dan zo uitpakken. En zo'n heerlijk gevoel krijgen. En de hele chat die ervan meegeniet. Zoals dit mooie moment. 25 shield. 27 shield. 1 op jou. Laser, hij is low on it. Knocked. Oh, je saved my head, boy. Nog 2 mensen. 25 shield. 24 shield, 24 shield, 24 shield. Laser, one hit, 1. Knock. Headshot, 55 shield. Ik ben knocked, 2 op mij. Laatste 2. Dit is mooie hit. Lekker laatste, hier bij mij, laatste bij mij, laatste bij mij. Dat is de laatste. 1-3, je hebt volle hit. Je hebt
Ik heb geen meds. BAM! Jongen! Heerlijk is dat gewoon. Ik kom er hier nog random 14 bits binnen van Ruben. Thanks man. We love Milan. Haha, thanks bro. Eerlijk zijn dat gewoon die potjes. Dat je gewoon een hele dag lekker aan het grinden bent. Uiteindelijk zo'n heerlijk potje. En dit was wel echt bijzonder heerlijk natuurlijk. Bam jongen. Heerlijk. Het is gewoon mooi. Het is gewoon mooi. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een paar mooie dingen. Zoals we hebben een keer een mooie dab machine gehad. De Milan dab machine. Hij was ook wel mooi. Komt hij eventjes. Ja, 1920. En natuurlijk alle fullcam dabs die gekocht zijn. De dabs, heerlijk gewoon. Gewoon heerlijk. Heerlijk. Heerlijke move die je gewoon even kan uitvoeren. Het voelt gewoon heerlijk. Dabben is heel zwaar. Je onderschat dat echt. Vooral dab machine. Het is gewoon constant achter elkaar. Blijf maar doorgaan. Het is helemaal wild. Daarnaast is dit ook nog een van de meest bekeken clippies die er wel even in moet. Soms heb je mooie tijden, maar soms zit het even tegen en word je helemaal wild. En worden andere mensen wild omdat ze gewoon... Ze proberen te bereiken, ze doen hun best. En dan lukt het soms niet helemaal zoals gepland. Oh, mijn tering om! Ja, natuurlijk. Ik was net mijn kabel er terug aan het insteken. Ja, geloof me niks van. Oké, ja, dan niet, dan ga ik zo een keer. Dus even een noodscoopje. Ja, rip je leven. Rip je leven. Oh, die mooie shotgun. Effectief, effectief. Ja. Zeer effectief. Heb je nog een mounsbed of zo? Huisbed? Rip het kommetje van Stijn die daar op die dag met zijn vuist helemaal 1000 stukjes heeft gesmeten. Rest in peace. Het kommetje. Hij was nog zo jong. Het was zo'n mooi kommetje. Daarnaast heb ik zelf ook wel in een dieptepunt gezeten wel eens. Als het even niet goed ging met een bepaalde game of met bepaalde potjes. Een bepaalde dag of zelfs een bepaalde week. En dit is hier een mooie clip van een dieptepunt. Het hoort er ook bij de grind, na de 1000 volgers. Kijk jullie zelf maar. Nee! Dit potje is samenvatting van mijn leven. Ja, dat was niet bepaald mijn beste moment. Hij is vastgelegd, dus daarom kunnen we er nu even op terugkijken om te zien dat het nu wel weer beter gaat. En weer positief erin staat natuurlijk. Af en toe mag je wel zo'n sad momentje hebben als je gewoon weer positief even doorknalt daarna. Natuurlijk. Daarnaast, de 24 uur streams zijn altijd prachtig geweest. Altijd mooi, altijd veel nieuwe mensen, altijd veel support, waar ik super trots op ben. Alleen loopt het niet altijd 100% even soepeltjes. Zoals het begin van deze 24 uur stream. Wat niet helemaal zoals gepland ging. Wat ik echt een tof nummer vind, en jullie hebben het gezien ook in de trailer als jullie die gezien hebben. Ik vind het echt een tof nummer. Op de een of andere, ik kwam erachter, het kan best dat best wel oud is, maar het is ook een soort meme ding. En dan gaan we de hashtag hype in de chat. Doe mee, spam de hashtag hype. Je kan niet te veel spammen, want dan word je gekikt door de bot waarschijnlijk. Maar gewoon, je weet wat ik bedoel. Gebruik die hashtag hype en let's go jongens. Waar is de hype? Hier is de hype. Let's go, oké. Okay. Ja, dat ging hashtag niet helemaal zoals gepland. Zoals je misschien door hebt. Het doet nog steeds pijn om naar te kijken, mijn oogballen. Snel weg ermee. Weg. Dit is niet fijn. Nee. Als je... Ja, je moet het zelf maar terugkijken. Als je... Ja. De cringe was wel real.
die deed wel even pijn. Daarnaast hebben we natuurlijk mooie donatiedoelen gehad, waarvan we vandaag weer één gehaald hebben. Dat doen we op PC setup. En daar ben ik super hyped voor om binnenkort mee aan de slag te gaan. Maar bijvoorbeeld deze headset, prachtig mooie headset. Vooral het grootste gedeelte gesponsord door Rick natuurlijk. Die heb ik ook gekregen. En dat was wel een heerlijke ervaring. Om zo'n headset te krijgen die zo'n speciaal iets erin heeft waardoor hij trilt en je gewoon gekke. Je hoort, je voelt het geluid letterlijk gewoon. Heerlijk. En dat had ik hier ook in het spel. De eerste keer dat ik hem even uittestte. Het was heerlijk. Het was heerlijk. Wat? No way. Dit is te ziek, die deur. Oh mijn god, ja. Die deur was echt mokerziek, ga ik jullie vertellen. Jullie hebben het niet ervaren zoals ik het ervaren heb. Het was echt een openbaring in mijn leven. Het was gewoon intens. Ik zag het witte licht. Het was prachtig. De deur. De epische deur. Heerlijk. Daarnaast zijn er ook nog mooie momenten geweest met bijvoorbeeld CSGO. Max. De CSGO matches. En de rematch die er geweest is. En er nog eentje gaat aankomen, hopelijk ergens in de toekomst. En het gaat ook altijd goed. Het is altijd super spannend, want we. Het is zo spannend. We zijn allebei zo goed in het spel. En soms wordt het daardoor heel close. Heel close. Wat? Ja. Zo zie je maar weer hoe close het kan zijn als twee mensen tegenover elkaar komen te staan. Die zoveel. Ja, prachtig. Gewoon. Ik word er bijna emotioneel van allemaal. En als laatste hebben we natuurlijk nog de hosts. Die we vaak aan het einde van de stream hebben gedaan. En ook vaak op Max bijvoorbeeld. En we hebben misschien een beetje misbruik van gemaakt. Zo op zijn tijd. Zoals dat we Max een keer een Fortnite dansje hebben laten doen. Aan de hand van een host. Ja. Het is wel prachtig. Het is cringe. Het is prachtig. En gewoon dat we dat voor elkaar hebben gekregen met onze host. Ga maar kijken. Het is gewoon mooi. Het is prachtig. Kijk maar. Je ziet de klap niet eens. Oei! Als ik er zo doe dan. Ja, dat is toch ook wel een pittig mooie cringe. Ik kan je eerlijk zeggen, gelukkig ben ik niet de enige. Maar ja, dat zijn toch wel heel wat dingen die we hebben meegemaakt. Ik heb geen idee hoe lang ik al bezig ben met deze speech. Maar voor mijn gevoel duurt die wel pittig lang. Ik ga hem een beetje afronden. We hebben de meest belangrijke dingen al een beetje gehad voor mijn gevoel. En anders, als ik dingen vergeten ben. Ik wil alsnog bedanken voor alle mooie momenten. Alles gewoon. Het is insane. Insane. Ik zie hier 25 minuten, 15 minuten. Dat is bizar lang. Ik ga nog een paar dingen zeggen. Bijvoorbeeld, een van de dingen. Stel, we zijn straks de grootste ter wereld. Met z'n allen, hè? De hele Combat Community. Jullie kijkers, jullie die nu achter jullie beeldscherm zitten. Jullie kunnen dan zeggen op dat moment. Deze community, ik zit hierbij. Maar ik zat er al bij van de allereerste 1000 volgers. Ik zat er toen al bij. Ik zat bij die eerste 1000 volgers. De eerste loyale fucking kijkers. Ik was daar één van. En dat is gewoon super ziek. Want wij gaan voor die grootste ter wereld. De grootste van het universum. Gewoon dream big. Let's go. En jullie zitten dan bij de eerste 1000. En dat is gewoon prachtig. Iedereen die vanaf nu volgt kan dat gewoon niet meer zeggen. Het is mooi. En ik wil zeggen nog één van de laatste dingen. Dit is nog maar het begin. Het is zeg maar die eerste kleine treden van een grote trap die we aan het beklimmen zijn.
En die trap, die gaan we nu verder beklimmen. Die grind moet doorgaan. Tot we helemaal bovenaan staan. En dan heb je een mooi uitzicht op alles wat je hebt bereikt. En dan is het gewoon prachtig, jongens. Bijna een truitje wegpinken. 1000 hebben we aangetikt. En het is zo mooi. Nogmaals, iedereen bedankt. Die ook maar iets heeft meegeholpen. Ook al heb je alleen maar gekeken of alleen maar een klein beetje gechat hier en daar. Een paar uurtjes hier en daar erbij geweest. Het heeft al geholpen. En sowieso iedereen in de chat. Super tof. Want daardoor kan ik praten met mensen. En meer motivatie hebben en alles. En het is gewoon prachtig. Dus iedereen bedankt. Alle Wombats. We gaan het nog lang volhouden. We gaan doorzetten. Nog een heel aantal jaren hopelijk. En we gaan zien waar we uitkomen. We gaan strijden. We gaan aimen voor die top. En we gaan er gewoon voor. Let's go.